gisteravond. Rond deze tijd herdenkt België heel wat wapenfeiten en gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. En daar is ook de 60ste verjaardag van de bevrijding van het kamp van Breendonk bij. Over het leven en vooral het overleven in het kamp gaat de volgende historie. De nazi's richtten Breendonk in augustus 1940 in als een opvangkamp voor verzetslieden en joden voor hun deportatie naar Duitsland. Ze stelden het kamp graag voor als een vakantiekolonie, maar dat was het allerminst. De gevangenen moesten met de hand 300.000 kubieke meter grond afgraven. En daarbij was er voor elke 30 gedetineerden één bewaker. Nergens waren de fysieke en de psychologische terreur zo geïndividualiseerd. De toestand verslechte nog naarmate de krijgskansen keerden en het verzet actiever werd. En toen Vlaamse SS'ers het opzicht overnamen, bleek dat zij de nazi's overtroffen in wreedheid. Omdat de kampleiding de voedselpakketten verkocht, werden de Breendonkenaars uitgehongerd. Ze ondergingen daarbij de zwaarste vernederingen, lijfstraffen en mishandelingen. En velen zijn daaraan bezweken. We maakten een reconstructie van hoe het eraan toe ging in het kamp van de waanzin, het fort van Breendonk. Volg maar. Wel, Breendonk was mee te vergelijken met een concentratiekamp in Duitsland. Breendonk, dat was gewoonweg een strafkamp waar gemarteld werd, waar gefusilleerd werd, waar mensen opgehangen werden, waar iedereen honger leidde. In Duitsland in de kampen zaten we bijvoorbeeld Buchenwald, 20, 22.000 mensen, daar verdween je in de massa. Maar hier stond je altijd bloot aan de wraakgevoelens van de SS'ers. Breendonk was terreur. Allemaal was gek van allen. Kon je zelfs niet betrokken. Nu ben ik zomaar, toen ik teruggekomen ben, Roger. Ik was zo hard als dat. Ik kwam thuis aan, iedereen aan het winnen die, en ik vroeg altijd, ja, waarom weent jij? Ik heb geen traan gelaten. Het heeft jaren geduurd vooraleer dat ik nog een traan gelaten heb. Kost mij niet schelen. Als je een bankrekening hebt, heb je geen nummer, hè? Mijn geen nummer is mijn nummer in het boek. Want ik ook nooit vergeten. Nooit. Nooit. Ja, maar ja, jongens. Gedurende decennia was Breendonk een bijna blinde vlek in het collectieve geheugen van België. Lang hing er een waas van stilzwijgen over een der ergste nazi-kampen in Europa, midden in België. Men sprak niet graag over dat oord van honger, zinloze dwangarbeid, foltering, willekeurige moord en massale executies. In Breendonk passeerden in 4 jaar tijd meer dan 3500 gevangenen van 17 nationaliteiten. De grote meerderheid was Belg, onder hen slechts een 30-tal vrouwen. Ze verbleven er gemiddeld 3 maanden. De meeste werden afgevoerd naar Duitse kampen. Zo'n 300 Breendonkers zijn in het kamp of in Brussel gefusilleerd. 21 werden er opgehangen, ongeveer 100 stierven van ontbering, door ziekte of marteling. Een wagen met Duitse parlementairen begibt zich hier, wie ook aan vele andere punten der front, hinter die Belgische linie om die entwaffnung der Belgische armee in te leiden. Tienduizenden gevluchte burgers keren terug naar hun dagelijkse bezoinjes. Voor de Belgen is de oorlog voorlopig voorbij. De gemeente Breendonk krijgt van de Duitse commandator in Mechelen het bevel het fort in te richten als gevangenis. Op het gemeentehuis van Breendonk begint een nieuwe oorlog. Opperste regisseur is de Duitse politieke politie. De Duitsers zijn eerst naar het gemeentehuis gegaan. Normaal, het gemeentehuis. Dan zal de secretaris met mijn vader geroepen hebben. En hebben ze daar komen zeggen, voilà, tegen een dag moeten we dat hebben en dat hebben en dat hebben. Ja, we zijn mijn vader, dat gaat zo niet. En dan moeten we toelating vragen van hoge hand. En dan, ja, dat was 7 jaar. Het moest gebeuren. Het moest tegen dan zijn. Potten en pannen en matrassen.
moesten ze. Dat waren stroommatrassen, waren geen echte matrassen natuurlijk. Hè. Het Fort Breaker Friedman en zijn twee zonen komen de volgende dag aan. Kan het soms zijn. Il y avait 4 ou 5 prisonniers, avec le major Schmidt seul. De kampcommandant SS Stormbaanführer Philipp Schmidt heeft alles te danken aan de nazi-partij en aan de SS. Na de Eerste Wereldoorlog is hij een van de miljoenen werklozen in het verslagen en vernederde Duitsland. De SS geeft hem de kans snel carrière te maken. Quand Schmidt vous regardait, on faisait presque dans sa culotte rien que quand il vous regardait, vous aviez tellement peur de lui que c'était incroyable. J'ai jamais vu un regard comme Schmidt avait. De ergste sadist onder de SS'ers die de plak zwaaien in Breendonk is luitenant Arthur Prauss, alias de rat van de concentratiekampen. Prauss komt van Sachsenhausen-Oranienburg, een van de eerste kampen in Duitsland na de machtsovername door Hitler in 1933. Puis on voit arriver un petit gros comme ça, en uniforme. C'était le lieutenant Prauss. Et Prauss, pour me mettre à l'aise directement, il est. Bis jetzt, Sie sind im Sanatorium. Heute zeige ich euch, was ein Lager ist. Ich komme von Oranienburg, Sachsenhausen. C'était un Marolien de Berlin. C'était un chauffeur de taxi, là, je crois. Il a fait le chauffeur de taxi. C'était une crapule de Berlin. Ze moesten me Prauss horen. Hij begon snel te beven. Maar het was bedankt, een klein ventje. Hitler is militair gezien de absolute overwinnaar. Na de gemakkelijke zege op Frankrijk maakt hij een triomfantelijke parade door Berlijn. De Führer staat op het zenit van zijn glorie. De zegeroes stemt de Duitse bezetters mild. De eerste maanden laat commandant Schmidt een relatief draaglijk regime toe in Breendonk. De zieke kleermaker Friedman krijgt na onderhandelingen zelfs speciale kunsten. Mon père s'est plaint chez Schmidt qu'il avait une hernie. Et il a dit, moi je ne sais pas travailler là. Alors Schmidt l'a regardé, comme ça il était très étonné qu'il ose lui parler. Et alors il lui a dit, qu'est-ce que tu sais faire? Moi il dit, je suis un tailleur. Et d'ailleurs, ce que vous portez, là, moi je sais le faire aussi, il a dit. On lui a dit, qu'est-ce que tu as besoin? Il a dit, j'ai besoin d'une machine, des tables, des machins. Ils lui ont tout apporté. Je crois qu'il a commencé par faire un pantalon pour le major Schmidt. Il lui a fait une œuvre d'art parce que c'est un pantalon qui doit durer une journée. Lui, il a fait durer 15 jours. Et mon père était un fumeur. Et alors, il disait à Schmidt, écoute, moi j'ai besoin de fumer ici hein, parce que je ne sais pas travailler comme ça. Hein. Il a dit, je t'apporte des cigarettes, mais tu dis rien à personne. Schmidt organiseert ook een kerstfeest in het kamp. De gevangenen moeten wel zelf betalen. Voor la Noël, il y avait eu un restaurateur de Bruxelles ici. Et je crois qu'il avait apporté quelque chose de jambon ou des histoires comme ça. Maar als de SS'ers 's nachts dronken zijn, schieten ze hun revolvers leeg in de onderaardse gangen van het fort. De gevangenen kruipen angstig op hun britsen. Breendonk wordt al gauw synoniem van angst en terreur. Het schrikbewind begint al meteen bij de aankomst. On nous a amené en camion, ici, dans quelque chose dont on ne connaissait pas l'existence. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à Breendonk, dans un camp qu'ils appelaient de redressement moral. De morele heropvoeding begint in de macabre gang die toegang geeft tot het fort. De SS'ers jagen de gevangenen op als beesten. Hun geschreeuw in de onderaardse gang is huiveringwekkend. J'avais 16 ans, bien 16 ans et demi, j'allais avoir 17 ans, un mois ou deux après. Je voyais les soldats avec des armes, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je savais que c'était la guerre, mais enfin, je n'avais jamais vu une guerre. De gevangenen die niet in grote groepen hier toekwamen, werden met hun gezicht tegen de muur gezet. Die konden hier soms uren en uren staan. Een eerste aanwijzing voor de gruwelijkheden die later op hen zou toegepast worden. On était là devant le mur, et les soldats, à un moment donné, ils ont fait marcher leur fusil, comme si on charge un fusil.
Et ils ont, l'autre a donné des ordres et nous on croyait qu'on allait tirer sur nous, qu'on allait nous fusiller dans le dos. Puis à un moment donné, il a donné l'ordre d'arrêter et ils ont déposé leurs fusils et ils ont ri. Ils ont rigolé entre eux. Donc pour eux, c'était comme ils avaient fait une farce, quoi. Et puis j'arrive ici, ce sont les cris, les hurlements, le nez contre le mur, les coups de matraque. On est dans un monde de fous ici. Hein. Je pensais, et j'y ai pensé, je le rappelle, à le texte de la Divine Comédie de Dante. Celui qui entre ici perd tout espoir. C'est absolument un conditionnement moral extraordinaire. De gedetineerden krijgen oude uniformen van het Belgische leger, een vernedering te meer. Elke dag zullen de patriotten voelen dat hun land verslagen is. In die knieën, roer! Häftlingen stilgestanden! Die ogen rechts! Stilgestanden, vervloegde honden! Het dagelijkse appel is het favoriete speelterrein van Praus, waar hij de gevangenen verder kan vernederen met kadaverdiscipline en lijfstraffen. J'avais une chaussure normale et l'autre chaussure était plus grande. Mais quand on devait saigner dans la cour, il fallait saigner après les chaussures. Alors, la première fois, j'ai reçu la clé parce que j'étais pas lié, je me demandais pourquoi, et je me suis aperçu que c'était à cause de mes chaussures. Alors, quand les chaises passaient devant, je mettais le bout de mes chaussures bien loin, quand ils passaient derrière, ça m'enlevait une chaussure pour que les talons soient bien loin. Ce sont des fantaisies, c'était ridicule, c'était dur, mais c'était comme ça. Tous les nez devaient être alignés, tous les torses. Il ne pouvait pas y avoir un torse qui dépassait celui d'un autre. Et moi, comme j'étais plus ou moins récent, j'avais encore une torse assez athlétique. Et il est passé devant moi. Et probablement que mon torse dépassait probablement de quelques centimètres ceux des autres dont le torse était plutôt rentré. Et bien, j'ai reçu un de ces coups de poing en plein dans l'estomac. N'est-ce pas? Et on a commencé avec les insultes habituelles. Ja, ja. Die Schweine haben gut geschlafen und gut gefressen und können schnell arbeiten. Ce qu'il dit, hein, c'est bien, mais il devrait employer la voix comme tout à l'heure. Mm. Parce que ça, c'est une voix trop douce et trop humaine pour prose. In de wereld buiten Breendonk woedt de slag om Engeland. Duitsland krijgt Albion niet op de knieën. Voor het eerst lijkt de oorlogskans te keren. In september, 40 of 50 squadrons of British fighter aircraft broke the teeth of the German air fleet at odds of 7 or 8 to 1. De hardnekkige verdediging van de Britse Royal Air Force maakt de Duitsers uitzinnig van woede. In de kampen moeten de weerloze slachtoffers van de SS het bekopen. Van enige mildheid is geen sprake meer. In Breendonk organiseert de SS onder leiding van Praus de meest krankzinnige dwangarbeid. De gevangenen moeten het fort dat bijna volledig onder de grond ligt afgraven. 250.000 kubieke meter aarde. Een Sisyphus-arbeid die de gedetineerden moreel en fysiek moet kapot maken. Les travaux se faisaient du bas vers le haut, c'est-à-dire qu'il fallait donc pelleter à ses pieds et rejeter la terre vers le haut. Donc ce qui était d'autant plus difficile et d'autant plus pénible sur des terrasses, des plateformes, si vous voulez, qui faisaient escalier pour arriver à hauteur de ces bennes. Die wagonnetjes die moesten gelaaien worden naar beneden, over de brug, van de andere kant van het wagen, daar gaan kippen en dan terugkomen. Looppas, hè. Daar zijn bewakers die moesten enkel maar toekijken dat de gevangenen niet zouden trachten weg te lopen of dat ze wel aan het werken waren. Als zo een van die karretjes omkipte waar het niet mocht en zo, dan werd er geslagen tot en met. Weiter machen! Snel, sneller, mach doch schon! Vervloegde honden, mach mal! Lebhaft, lebhaft, kom, snel, snel! Ça c'est bien. Si on lui met un truc avec il est bon. Oui. Hey, roule! Avec ces Allemands, là, ça n'allait jamais assez vite. On n'allait pas se dépêcher. Ça devait durer le plus longtemps possible.
Quand ils voyaient ça, ils devenaient furieux. Alors ils venaient frapper. Arthur Prince prenait votre pelouse. Ouais, vous êtes des imbéciles, regardez. Alors ils prenaient des pelles, ils les jetaient à 10 mètres de haut et après la pelle sur votre tête. Et voilà comment il fallait faire. Il fallait surtout travailler des yeux, surveiller les cesses, voir dans quelle direction ils se tournaient, arrêter, plier, et dès qu'ils revenaient, reprendre le travail pour échapper, ne fût-ce qu'économiser quelques secondes d'effort. Ils avaient estimé, encore une fois, selon leur tête à eux, qu'on n'avait pas bien travaillé. Alors bon, alors on devait se mettre en rang, et alors ils commandaient marche-marche, c'était courir, hein. In leg, se laisser tomber. Alors, marche-marche, se redresser, courir. In leg, de nouveau, se laisser tomber. Il faisait ça pendant, là, on ne veut pas exagérer, une demi-heure, trois quarts d'heure. Hein. Alors bon, on était tous... Et quand on entrait dans la chambre, du fait qu'on avait dépassé l'heure de la distribution de la bouffe, on n'a pas reçu à bouffer. 17 februari 1941 valt de eerste dode. Kameroverste Walter Obler, zelf een gevangene, maar een handlanger van de SS, is daarvoor verantwoordelijk. De mort au travail, il y en a eu. Des morts d'épuisement aussi. Et puis nous avons eu le premier mort, victime d'un Zugführer, d'un chef de chambrée, mon chef de chambrée, Walter Obler, un juif berlinois, voyant arriver Nathan, qui était asthmatique, qui a failli étouffer à sa première nuit de brain dump, car il n'arrivait pas à bien respirer en étant couché, qui a été mis au travail le lendemain, qui, épuisé, n'arrivant plus à pousser sa brouette, s'est fait interpeller. Je lui ai dit en passant devant lui, courage, essaye de tenir le coup. Il a été ramassé par Obler, a été le jeté dans l'une des cellules où il est mort. Ça a été le premier mort de Brendan. Die dag beseffen de gevangenen dat Breendonk niet zomaar een strafkamp is, waar alleen Schmidt, Prowse en hun beulsknechten de toon van discipline, orde en harde lijfstraffen zetten. In het fort ligt de dood overal op de loer. By day, the Germans dropped a few stray bombs on London. Can we retaliate by night? Former command launches its minor raids against specific targets in Berlin. Maar als 's nachts de Britse vliegtuigen naar Duitsland vliegen voor de eerste bombardementen op het Reich, krijgen de Breindonkers weer wat hoop en moed. La nuit, on entendait les avions qui allaient en Allemagne. Qui allaient bombarder l'Allemagne. Alors évidemment, ça nous faisait tout de même. Oui, vous savez, c'était très relatif. On s'accrochait à n'importe quoi, n'importe quel petit indice. Tot die rampzalige 22 juni 1941. Nazi-Duitsland valt de Sovjet-Unie aan. De operatie Barbarossa verrast de hele wereld. Achter de Duitse linies rukken speciale commando's op. Ze vermoorden honderdduizenden Joden en communisten. Overal in België worden communisten, maar ook andere politieke tegenstanders, massaal opgepakt. Breendonk stroomt meer en meer vol met politieke gevangenen. Op 22 september 1941 vertrekt een eerste konvooi met vooral communisten naar Neuengamme. In 4 jaar tijd worden 2330 Breendonkers doorgestuurd naar Duitse kampen. Slechts 500 zullen de oorlog overleven. Voor de gevangenen is de dreiging van willekeurige deportaties een nieuwe bron van angst. Maar honger is uiteindelijk het grootste schrikbeeld. De dwangarbeid brengt de gevangenen op de rand van de fysieke uitputting. 1 op de 3 leidt aan hongerödeem. Travailler dehors, c'est rien. Quand on a 17 ans, 16 ans, on sait travailler, mais il faut manger. Et là, on travaillait avec une nourriture impossible. Ça fait que moi, je voyais tous les jours mes jambes qui devenaient minces comme des baguettes. C'était assez inquiétant. Gemiddeld kregen de gevangenen een broodrantsoen van zo'n 250 gram brood per dag.
Soms kregen ze dat alleen 's avonds en moesten ze dan zien dat ze er wat van overhielden voor de volgende ochtend. On avait tellement peu à manger que les petites miettes qui tombaient sur la table, on les ramassait encore avec le doigt mouillé. Ça pour essayer d'adoucir la faim qui nous tenaillait. Daar kwamen dan ook soms nog wat extra's bij, zoals een paar klontjes suiker, of wat margarine, of wat marmelade. 'S Middags bestond het eten uit één kom dunne, magere soep. Dat was alles. En het resultaat? Van Hoeken, 50 jaar woog 68 kilogram bij zijn aankomst. Na 5 maanden, 38 kilo. Van der Vilke, voor zijn aankomst en 5 maanden naar de Breendonk. Blijkbaar wil de SS de gedetineerden aan de grens van de hongerdood brengen. Vanaf april 1941 mogen ze geen voedselpakketten meer ontvangen. De sadistische fantasie van de SS kent geen grenzen. Gevangenen moeten de voedselpakjes van het Rode Kruis voeren aan de varkens. Et alors, avec le collier, on est allé au trou au cochon. Et tout ce que le cochon pouvait bouffer, j'ai dû jeter au cochon. Voilà. Et je n'ai rien reçu de mon collier. C'était dégueulasse, hein. Et alors le cochon, on l'engraissait, pas pour nous, hein, pour les SS. Ja, maar dat kun je nu al vertellen, is een zuivere waarheid. Ik kan Leonid zien, de nageboorte van een schop. En eten, is er van dood. Wie zelfs van de mesthoop dat op de afval wou stelen, of wie trachtte gras af te trekken om te eten, werd neergeschoten. En toch waren er kameraden die het waagden, want het was niet om uit te houden van de honger. Maar de SS heeft nog meer sinistere verrassingen in petto. In september 1941 marcheren Belgische leden van de SS, Vlamingen en Brusselaars, het kamp binnen. Zij worden de ergste beulen van hun eigen volk. De meesten hebben een opleiding gekregen in Duitsland. In de kazerne, dans la région montagneuse de l'Allemagne, les jeunes Flamands du régiment Westland reçoivent l'instruction militaire. Ils se sont très vite assimilés et accomplissent leur service comme n'importe quel soldat allemand. En route pour l'exercice. De meeste Vlamingen hier waren eigenlijk afgekeurde Waffen-SS'ers. Adolf Lampaard bijvoorbeeld trekt in het voorjaar van 1941 vrijwillig naar de Waffen-SS. Maar eenmaal dat het erom gaat om op het oostfront te gaan vechten, bekoelt zijn ijver. En Lampaard laat zich, volgens het getuigenis van zijn vriendin, vrijwillig medisch afkeuren door de SS. De bijzonderste, dat is Wijs, een gewezen bokser. Wie dat daar een slag van kreeg, die kon de eerste minuten niet meer praten of hij lag een tijd buiten bewustzijn, want het was een tamelijk goede bokser. Nu gaan komen, zei ik, mag ik kapot, ik smet u in het water, gijse godverdummese zwijnhond. Kom hier, dat je pak, godverdummese klootzak. Oui, ça c'est bien. Très bien. Et là, il ne s'est pas se trompé en disant encore d'un mot plus dégueulasse en flamand, c'est bon. De bot, die heeft misschien wel minder geslagen als Wijs, maar die was veel slimmer. Die stookte Wijs, die nogal eenvoudig van begrip was, altijd op om dit en dat te doen. Ze hebben wel samen in zijn wedding gedaan om het eerste een gevangene dood te slagen op het werk. Maar het was vooral Wijs die sloeg en de bot die erachter zat om Wijs op te stoken. De razzia's van de Duitse politie in bezet België verhinderen niet dat de verzetstrijders, die zich overal beter organiseren, meer en meer aanslagen plegen. Naarmate hun acties stoutmoediger worden, nemen ook de arrestaties toe. De militaire opperbevelhebber van Valkenhausen is razend. Hij decreteert dat alle tegenstanders van het regime als gijzelaars moeten worden opgepakt. Breendonk loopt vol met verzetstrijders van elke politieke strekking. In het kamp worden ze arrestanten genoemd. Hen wacht de ervaring van de isolatiecellen, want de Duitse politieke politie heeft informatie nodig.
les gens qui étaient ici étaient des gens qui devaient encore être questionnés, hein, et donc ils étaient au secret, ils ne pouvaient avoir aucun contact avec les autres détenus. C'est pour ça que nous étions dans les cellules et que lorsqu'on sortait, on nous mettait un sac sur la tête pour qu'on ne voie pas éventuellement d'autres personnes qui étaient ici. Donc nous étions au secret. De rampzaligste waren in donkere hokken opgesloten. Om 8:00 s'avonds werd een plank neergelaten. Daarop kon je liggen tot 5:00 s'morgens. Overdag recht staan. Steen. Sommigen met kettingen aan de voeten. Je fallait rester au milieu, sans rien toucher, les bras le long du corps ou garde à vous. Je n'ai pas tellement souffert de l'immobilité à longueur de journée, parce que j'imaginais des tas de choses, par exemple, plus tard, donc, je construisais une maison. Et puis, 2 jours après, je disais, non, ça ne convient pas, je vais changer ceci. Je vais changer la terrasse, je vais faire ceci autrement. Et comme ça, les heures passaient. Il fallait s'occuper l'esprit qui restait en éveil, si vous voulez, pour ne pas s'abrutir complètement et devenir fou, ou devenir une larve, ou devenir un zombie, quoi. De oorlog gaat naar een nieuw hoogtepunt. Japan valt de Amerikaanse vloot in Pearl Harbor aan. Op 8 december verklaart Amerika de oorlog aan Japan. Op 11 december reageert Duitsland door op zijn beurt Amerika de oorlog te verklaren. De Duitse opmars in de Sovjet-Unie is voorlopig nog een zegetocht. Maar toch blijven de eerste voertuigen en manschappen al steken in de modder van de Russische tundra. Van een blitzkrieg is nog nauwelijks sprake. In Breindonk vernemen de gevangenen het oorlogsnieuws via Radio Breindonk. Radio Breindonk, dat is eigenlijk de geruchtenmolen, zeg maar, het roddelcircuit dat binnen het kamp de ronde doet. Il y avait dans le camp 2 coiffeurs. Et ces 2 allaient de chambre en chambre, et là c'était les nouvelles qui circulaient. C'est eux qui donnaient les noms des nouveaux arrivants, qui eux donnaient les nouvelles du dehors. Men heeft ook contact met de buitenwereld, omdat hier burgerarbeiders komen werken, met wie men soms stiekem clandestien een babbeltje kan slaan, of die dan al eens een krant, collaboratiekrant natuurlijk, aan een gevangene kan bezorgen. Voor het overige blijft Breindonk volledig afgesloten van de buitenwereld. De SS'ers verscheuren de meeste brieven. De gevangenen mogen geen enkel bezoek ontvangen, maar het fort ligt vlakbij de weg Antwerpen-Brussel. Ma mère a su que j'étais ici. Et elle est venue avec ma fiancée à l'époque. Elle passait là. Je leur ai fait signe. Ben, le temps de faire signe, j'étais assommé. Et c'était pas des SS, hein, c'était des... De la Wehrmacht, hein. Quand on était sur une hauteur, hein, qu'on descendait le sable vers le bas, alors là, évidemment, on avait une vue un peu plus loin. J'ai vu ma femme. Le Sturmbannführer Schmidt qui commandait le fort, quand il y avait des femmes qui se rassemblaient sur la route ou montaient dans sa voiture et les poursuivaient pour les chasser. C'était un de ses sports favoris. De Breindonkers zijn slaven, maar ze leven nog. Ze hebben nog een kans. In Mechelen, niet ver van Breindonk, ligt de Dossin-kazerne, waar de Joodse burgers van België vanaf de zomer 1942 worden bijeengedreven. Philip Schmidt is ook hier de commandant. Dossin is een wachtkamer van de dood. Als er 1000 Joden verzameld zijn, vertrekt een trein naar Auschwitz, naar de mathematisch zekere dood. In Breindonk zijn er vanaf nu veel minder Joden en meer politieke gevangenen. De SS en de Duitse politieke politie willen informatie loskrijgen van de verzetslui. Breindonk wordt in de loop van 1942 een martelkamp. De SS'ers laten een professionele folterkamer bouwen. De enige in België, Noord-Frankrijk en Nederland. De martelkamer die hier binnenkwam, dat was voor 70-80% een doodvonnis. Want hoe dat ze hier martelden, dat was ongelooflijk. La torture classique était la pendaison par derrière. Votre corps prenait une position horizontale.
avec des douleurs intenables dans les articulations. Alors pour accentuer encore cette torture, on vous battait sur le dos, le bas du dos, à coups de cravache, à coups de gourdin. Et alors, on vous laissait tomber sur ces blocs. Souvent, ça vous cassait les genoux. Et on vous remontait, on vous rabaissait. Et alors, généralement, les sphincters, les organes se relâchaient. Et c'est à ça que servait cette petite rigole que vous voyez là. Ce n'était pas pour le sang, mais c'était pour... Et ça a duré comme ça jusqu'à l'évanouissement. Les interrogateurs éteignaient leurs cigarettes et leurs cigares sur mon dos. Un appareil muni de pointes m'envoyait des décharges électriques dans toutes les parties les plus sensibles du corps. La nuit, on les entendait quand il y avait des types qui passaient à l'interrogatoire, on les entendait hurler, les pauvres. Je n'avais pas dormi à ce moment-là, puisque tous ceux qui étaient passés en série, moi j'étais passé au bunker aussi, je savais ce que c'était. Je n'ai pas dormi. Foltre blijft een uitzondering, maar ook de kleinste aanleiding is voor de beulen genoeg om hun slachtoffers te brutaliseren. Er was een Spitfire boven ons. En we kijken, oh, aan de nood, aan de nood, regardez. Zo, allemaal een kind naar boven mee. En Proust zegt... Wenn ein feindliches Flugzeug angeflogen kommt, illegal, ohne Befehl, muss das Land fallen. Je toffert hier, dan moet je Land fallen voor een Spitfire. Hij wist die wel gedaan, want die Spitfire die bleef wibbelen. Hij zegt, verdomme jongens, ik heb beter op als wij. Bon, si on était dans le regard des SS, ils n'aimaient pas ça, hein. Ils râlaient, n'est-ce pas? Alors nous autres, on espérait toujours que c'était un avion des alliés, quoi. Nadien hebben natuurlijk van SS'en, Van Weiss, De Bot, De Saffel, Lampard, Peleman, hebben we het bekomen, hè? Uit de ogen van de gevangenen spreekt meer en meer een onvatbare angst. In Breendonk nemen de eerste executies een aanvang. De 27e november, 's morgens, moet Jozef Zuy, dat is een politieke gevangene uit Hoboken, samen met een paar van zijn maten, 10 houtenpalen in de grond steken. 'S middags moet iedereen binnen blijven. En opeens vliegt de deur van de kamer open. Zuy moet mee. En hij wordt met een aantal gijzelaars naar de binnenplaats geleid, waar dat Brouws hem opwacht. En Brouws roept: als we de moordenaars van de burgemeester van Charleroi niet binnen het half uur hebben, dan gaan jullie eraan. Kort nadien leest men het doodvonnis voor. En ze worden neergeschoten. Dat is dus de eerste, maar niet de laatste, terechtstelling van gijzelaars in Breendonk. En dan plotseling is de schrik bij mij gekomen. Het was enkel nodig dat die deur openvloog en dat men mijn nummer zou afroepen en dat met mij hetzelfde zou gebeuren. En dat heeft een geweldige invloed op mij gehad, hè, dat ik van het ogenblik dat ik iemand hoorde in de gang, sloeg die angst altijd toe. In de winter van 1942 neemt de Tweede Wereldoorlog een beslissende wending. De slag om Stalingrad moet. De laatste wanhopige offensieven van de Duitsers lopen vast. Op 2 februari 1943 geven 90.000 Duitse soldaten zich over, tegen de wil van Hitler. Tout le monde sait ça. Après Stalingrad, ils se sont rendu compte, ceux qui étaient un peu intelligents, que c'était pas brillant pour eux. Alors, il y en a qui ont compris ça d'une façon, mais les SS ne comprenaient rien. D'ailleurs, pour eux, ils avaient leur Führer et le reste ne comptait pas. De Führer geeft zijn propagandaminister Goebbels het bevel de totale oorlog te prediken. In datzelfde jaar 1943 breekt in Breendonk de totale terreur los. De SS'ers, maar vooral De Bot en Weiss, bijgenaamd de Beestmens, gaan zich te buiten aan marteling en moord.
Hier hebben ze een man van de oever geworpen. Dan hebben ze naar hem gegooid met grote aardgeluiden tot hij in het water viel. J'ai vu des choses absolument atroces. Un pari entre Weiss et de Bottes, disant celui-là je l'achève sans toucher. J'ai vu aussi Weiss qui, Weiss qui tapait avec un tranchant de pelle à la figure d'un Israélite qui était dans l'eau, à coups de bêche. Il voulait sortir, long de la bêche, on le rafoutait dedans à coups de bêche comme ça, etc. C'est vraiment pas rigolo, hein. Quand je pense à ce petit neige, c'est ce gosse qu'on a enterré juste sa tête qui dépassait et qui nous obligeait à marcher dessus pendant que ce gosse appelait sa mère. Écoutez, comment est-ce qu'on peut se livrer à des horreurs pareilles? C'est fou. De geallieerde bombardementen op de grote Duitse steden barsten los. Vuurstormen maken tienduizenden doden. De SS'ers in Breendonk willen wraak nemen. Hun vaders, hun moeders, hun kinderen zijn in gevaar. Intussen doodt het Belgisch verzet alsmaar trefzekerder nazi-kopstukken. Paul Collin, de hoofdredacteur van Cassandre, een der belangrijkste Franstalige collaboratiebladen, wordt omgebracht. Collin is een persoonlijke vriend van de Waalse SS-leider Léon de Grel. De Grel eist dat de daders snel gestraft worden. De wraakoefening vindt plaats in Breendonk. Mei 1943. Ik verrichtte dwangarbeid bij de plaats der terechtstellingen. Op 10 mei werd het werk vroeger dan gewoonte stopgezet. En weldra konden we door het venster een lange stoet zien, gevormd door SS-mannen, burgers, gestapo-agenten en eindelijk drie helden, Fréteur, Bertulot en Raskin. De daders worden opgeknoopt. Volgens verschillende getuigen gebruiken de SS-beulen bij de terechtstellingen te dikke touwen, waardoor het lijden van de veroordeelden zinloos lang duurt. In Breendonk zullen vanaf nu systematisch gijzelaars terechtgesteld worden als Duitse vergelding voor verzetsdaden in België. In totaal gaat het om 164 gevangenen. Eind 1943 openen de geallieerden aarzelend een tweede front als ze landen op Sicilië. Maar het tweede front betekent op termijn de doodsteek voor Nazi-Duitsland. In Breendonk wordt de situatie eind 1943 langzaam beter. Commandant Schmidt neemt ontslag, gedeeltelijk verplicht. Schmidt was tegelijk commandant van Breendonk en van de Mechelse Dossijnkazerne. Nu in de Dossijnkazerne had hij kledingateliers waar Joodse mensen voor hem werkten. En met die kledij had hij een handeltje gedreven op de Zwarte Markt. Daarvoor wordt hij aan de kant gezet in Dossijn en vermoedelijk als uitvoersel van dezelfde affaire later ook in Breendonk. De Oostenrijker Karel Schönwetter volgt Schmidt op. Schönwetter is in essentie een zwak figuur die een eind zou hebben willen stellen aan de ergste wantoestanden, maar daar niet in slaagt omdat hij niet tegen Brouwers op kan. Schönwetter is vooral een sjoemelaar. Hij laat de gevangenen op grote schaal groenten kweken die hij verkoopt voor persoonlijke verrijking. Ze kweekten niet alleen hun eigen groenten, er werden ook, en zeker in 1944, hele hopen groenten, aardappelen en kleren door het tehuis Leopold III geleverd. Die waren bestemd voor de gevangenen. Maar eerlijk gezegd, de gevangenen hebben er weinig of niks van gezien, want de kampcommandant en ook enkele andere SS'ers hebben op grote schaal groenten verkocht, verpatst aan handelaren uit de streek. En met opbrengst daarvan heeft hij een dure bondmantel gekocht voor zijn vrouw. Zijn vrouw laten overkomen naar Duitsland om die bondmantel te passen. In de kamers van de gevangenen van Breendonk gonst het van de opwinding. Een volledige evacuatie schijnt op komst te zijn. De Duitsers willen geen sporen nalaten en beginnen met de ontmanteling van de executiepalen, de galg en de bunker. Le 5 ou le 6 mai 1944, craignant sans doute le débarquement, le camp a été entièrement évacué.
et nous avons été tous remis dans des camions conduits dans un train ici à la gare de Willebroek, ou dans des wagons comme celui qu'on voit là. Nous avons été amenés à Buchenwald après un voyage de 2 jours et 2 nuits. Maar enkele weken later zat dat terug vol, hè. Want toen waren er veel razzia's. Vanaf de maand maart tot de bevrijding hebben ze zeer veel razzia's gedaan. En het fort is een paar malen moeten helemaal ontruimd worden. Tot op het laatste moment, eind augustus 1944, worden nog gevangenen gemarteld en terechtgesteld. En eindelijk, op die dag, 6 juni 1944, valt het grote nieuws. De geallieerden zijn geland in Normandië. Begin september 1944 wordt België bevrijd. De laatste gevangenen zijn enkele dagen daarvoor weggevoerd naar Duitse kampen. De Danteske hel van Breendonk ligt er nu verlaten bij. Het fort is zo goed als afgegraven. In 4 jaar tijd is 250.000 kubieke meter aarde manueel verzet. Bijna ongelooflijk. Als de Breendonkers uit de Duitse kampen terugkeren, geloven slechts weinigen hun gruwelverhalen. Voor velen van hen begint een nieuw drama. Het grote stilzwijgen. Wat kon je over Breendonk vertellen? Niemand gelooft u toch? Als je begint te vertellen, en dan? Je waart terug. Je waart blij, je leerde. Als je gezien hebt. On ne sait pas transmettre ce qu'on a vécu, on ne sait pas ce qu'on a ressenti. Même de ma famille directement, mes enfants, ils écoutent des fois. Je raconte relativement un peu, vous savez, ils ne comprennent quand même pas. Een schrale troost voor de Breendonkers is het proces van Mechelen in 1946. De Belgische rechtsstaat doet zijn plicht. De oud-gevangenen spreken en heel het land luistert met ingehouden adem. Monsieur Glineur prête serment. Breendonk, dit-il, dépassait Buchenwald en horreur. Il raconte la mort de Georges Leleu, un jeune homme. Het proces is een vorm van loutering voor vele dwangarbeiders die vaak niet anders konden dan zwijgen over hun grootste pijn. De meeste beulen van Breendonk ontkennen alles. In Mechelen worden 12 beschuldigden ter dood veroordeeld en daarna terechtgesteld. Gefusilleerd in de rug, zoals de wet het voorschrijft voor landverraders. Wij, accusé de 25 assassinats, de 160 mutilations, de coups et blessures, de port d'uniforme d'une armée ennemie, est condamné à mort. Il entend ce verdict sans émotion aucune. Le procès de Breendonk est terminé. Justice est faite. Kampcommandant Philip Schmidt wordt op 8 augustus 1950 geëxecuteerd. Het is het laatste doodvonnis dat in België wordt voltrokken. Schmidt was bijna 4 jaar lang de meedogenloze heerser over Breendonk. Een oord van absolute ontmenselijking. De totale ontmenselijking door terreur van politieke tegenstanders was de kern van de SS en van de nazi-ideologie. In Breendonk en in alle kampen. Die ervaring is nu nog altijd moeilijk te verwoorden door de slachtoffers. Oh, ik heb veel verteld daarna mijn vader en hij gelooft dat niet. Nu nog, ik kost nog veel meer vertellen, maar...